Living Room Heroes, van waar die naam? Dat is een hele goede vraag. Die is een jaar of 8 geleden ontstaan. En in een huiskamer. Met misschien wat te veel bier op. En dan is die naam de naam. En daar is niet zo heel veel over te vertellen. Dan die avond met een paar biertjes. Ja, en we zijn met z'n tweeën begonnen als singer-songwriter duo. En vandaar de huiskamer, huiskamerhelden. Dus we hadden ook altijd de cape. Nee, dat is niet waar. Maar vandaar wel het idee, zeg maar. Ja, ja, welk hokje wij zijn te plaatsen is altijd heel lastig. Ik denk dat Americana de overkoepelende paraplu is. En daar vallen natuurlijk heel veel muziekstijlen onder. Blues soul, southern soul, funk, er valt van alles onder. En een mengeling daarvan zit ook wel in. Ja, maar het neigt wel het meest naar de blues tegenwoordig. We zijn een nieuwe plaat aan het maken en dan is de keuze wel om iets meer niet traditionele blues te spelen, maar wel die traditie meer mee te nemen in de muziek. Ja. I walk the long road in pursuit of the truth. I search the outline. Thorough and true, I took on the fight to return black and blue all the things I won't do.
happen. And I lost it all. I felt small, but I still saw. I know the truth lies in the middle, just right there between the cold and the storm. And if I ever feel unhappy, lies in the middle. I know the truth lies in the middle. And if I ever feel unhappy, wie zijn onze belangrijkste inspiratiebronnen? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag, maar wat, nou, qua muziekstijl zou ik dan voor mij althans naar de blues gaan. Gewoon de oude blues, en dan hebben we het ook echt over die begin jaren 40, 50 en dan alles wat daaruit voortvloeit natuurlijk. Luther King. Zeker, ja, ja. Maar dan heb je het dus over heel erg traditionele blues en Henry bijvoorbeeld is meer van de singer-songwriter zou ik zeggen. Van de... Ja, Ben Harper, John Butler trio, ja eigenlijk heel veel. Het is een moordende vraag die je stelt, want ik moet er wel 10 of 20 op noemen. En het zijn ook fases die je luistert en die... Ja. Je luistert een tijd naar die en dan luister je weer een tijd naar die en je pakt dat weer terug en dat gaat ook weer ergens, verweef je dat ook weer in het schrijfproces. Dus ik denk, wat Mark denk ik ook wel bedoelt, is dat het eigenlijk vanaf het begin van de blues zelfs tot aan nu. En er zijn heel veel bands die we nu ook zeker bewonderen en er zit overal wel wat van in. Je pakt van een heleboel mensen of bands, pak je iets essentieels of iets wat je pakt en dat doe je soms wel bewust, onbewust. Dus ik denk dat het een hele lastige vraag is en ik kan geen top 3 maken, want die is morgen weer anders. Of over een week is die weer anders, ja. And I'm not stopping today, I'm not coming down. Please don't come in my face. I won't stop above. I won't stop above. To grab my style, spit me in my face, told me that house gave some, but no, I won't bear, I don't need no eye. Gonna be alright. Gonna be alright. I can't feel the devotion, I am set on the feet. It burst into flame. No more punches from that giant called life. Gonna do this all night just for me now. I'm not stopping today, and I'm not coming down. No, 'cause these are pumping in my vein. I'm not stopping today, and I'm not coming down, the diesel pumping in my veins. Oh, nah, 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 I'm unstoppable. Like an old diesel engine, I just need a good blow to start. Slowly building up the pace, I know this one by heart. Used to hide in dark corners, but now I'm ready to roll. Come again, tell me. Talk to me, talk to me.
from that giant cold light. I'm gonna do this all night just for me now. I'm not stopping today, and I'm not coming down. Got diesel pumping in my veins. I'm not stopping today, and I'm not coming down. Got diesel pumping in my veins. In my veins. We hebben dus afgelopen jaar onze tweede plaat Welcome to the Circus uitgebracht. Daar aaneenvolgend hebben we heel lang getoerd, dus heel veel gespeeld. Nu is dat geweest en zijn we dus druk met schrijven. Dus we zijn nu, spelen we een beetje, vandaar dat we nu ook hier spelen. Maar we spelen nu, ik denk, 2 keer in de maand of zo. Gewoon even ook rustig houden, omdat we tijd nodig hebben om te schrijven. Want ja, naarmate je ouder wordt, krijg je toch minder tijd. Vroeger konden we spelen en schrijven, maar nu moet je toch een beetje kiezen. Dus dan ga je meer in blokjes werken. Dus het idee is om volgend jaar, eind dit jaar, plaat opnemen. Volgend jaar weer een jaar toeren. Dat is het idee toch? Ja, ja, en dan weer intensief spelen. Ja. En dat is de ene keer, 2 keer in de week en dan weer. Maar dat is te intensief om ook nog gewoon echt aandachtig een nieuw album te schrijven. Het album schrijven doen we in een relatief korte tijd, ik denk een jaar ongeveer. En het laatste stuk komt alles bij elkaar, dus die laatste 3-4 maanden, en daar gaan we nu ongeveer heen. Dan komt daar zo nadruk op te liggen dat je het kwalitatief ook natuurlijk zo goed mogelijk wil maken. Dat kan alleen door daarop te focussen, dus andere dingen even. Even minder spelen dus. Ja. Can't believe it, drew my lasso.
zijn onze ambities. Maar onze bassist die zei het net nog heel mooi. Mijn ambitie is elke dag voor 200 swingende fans spelen. Dat is een mooie ambitie. Dat is een mooie ambitie. Dat is te gek. Ja, ja nee, ambitie is dus veel spelen voor enthousiaste mensen. En een goede tijd hebben, denk ik. Hè? Ja, en er zit in het hele proces continu ambitie. En ik maak hem, ik doe altijd dit. Ja. Langzaam, natuurlijk, ambitie, dat kun je zo hoog leggen. Die lat kun je zo hoog leggen als dat je wil. De realiteit ligt vaak wat anders. Maar daar ergens een gemiddelde in zoeken en elke keer wat leukere plekken. Een festival, een grote festival. Hoeft niet groot te zijn, kan ook gewoon een leuker festival zijn. Door daar steeds te komen, en dat doen we elk jaar, want we gaan elk jaar weer zitten van wat willen we dit jaar doen. En ik stop ermee. Ja. En dat lukt dan ook wel, omdat we de doelen wel gewoon haalbaar maken. En dat maakt het ook te gek. En dat is dat een keer net niet lukt, oké, prima, maar dat is de ambitie. En als je dat langzaam voor ogen houdt, ja, dan groei je stiekem elk jaar iets. I've been sitting next to you in the hotel cafe. I asked your name, but you didn't wanna say. So I gazed at your pretty face now for a while. I took the lead, finally got your smile. I approached you and I asked you for a dance. We dance, laugh, start off a new romance. You got me waiting, you got me waiting. Clothes are gone and there's no message on my phone. I looked around, found a note right on the shelf. Said thank you for the night we hit the sack, you drove me mad. Now I realize what a fool that I have been. You took my cash, bought a dress, shit, you even snatched my stash. You got me waiting, you got me waiting. You got me waiting, you got me waiting, waiting by the phone down there. You got me waiting, you got me waiting, waiting by the phone, waiting by the phone. You got me waiting, you got me waiting, waiting by the phone all down there. You got me waiting. Dames en heren, wat vinden jullie van onze nieuwe drummer? Luc Adams op drums, hey! Op gitaar, Mark van Oud. Bas, Mathieu Kleine. Ik ben Henry Zoetbrood, wij zijn Living Room Heroes. She eats you whole, now she chews you up. Made
made you drink from a sacred cup. You're in a web cause you took the bait. Sweet honey sentences, they filled your head. Stuck in a twisted little game. You're in a twisted little play. Tired of conflicted, mostly restricted. Oh, how you want it to stop. Paradise by the dashboard. Always magic, now it all felt right. You gave it all, now you gave your soul. And now you're dancing the poor man's ball. Stuck in a twisted little game. We thought we might tell you. She's the wrong kind of lady, the uptight lady. She's the crazy kind of woman that owns you. Bad kind of lady, the uptight lady. She's the wrong kind of crazy and she owns you. She's the wrong kind of lady, the uptight lady. She's the crazy kind of woman that owns you. Bad kind of lady, the uptight lady. She's the wrong kind of crazy and she owns you. Stay, it's necessary. That's what she tells you. Every minute in the hour, every day, yeah, you must stay. It's necessary. That's what she tells you. Stuck in a twisted little.